Congressel spreekt met Michiel Middendorf, directeur hier van World Forum. Michiel, allereerst hartelijk gefeliciteerd met de heropening van dit prachtige gebouw. Dankjewel, we zijn ook dolgelukkig. En om nu in te gaan op het gebouw is behoorlijk verbouwd, daar heb je jaren over gedaan. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Nou, belangrijk is dat er ook heel veel ruimte is bijgekomen. We hadden echt meer expositieruimte nodig. Hè, wat er vooral voor veel internationale wetenschappelijke congressen belangrijk is. Maar ook de grote internationale corpus, die hebben echt die ruimte nodig voor expo, et cetera. Dus dat is een cruciaal ding geweest. Maar ook is de technische infrastructuur van het gebouw echt helemaal op de schop gegaan. Klimaatregeling, de elektriciteit, hoogspanning, middenspanning. Al die dingen die natuurlijk heel bazaal zijn, maar wel noodzakelijk voor een comfort in een gebouw zoals deze. Ja, we hebben net op het podium al gezien wat enorme mogelijkheden je hebt. Die zien er prachtig uit. Nu wil je ook meer richten op grote internationale evenementen, gekoppeld aan Den Haag als internationale stad. Klopt dat? Dat klopt, ja. Den Haag, het gaat om Den Haag. Hè. Ook internationaal gezien. Onze commerciële mensen verkopen de bestemming Den Haag. Dat is eigenlijk ons product. Natuurlijk moet het wel voor hem kloppen. Als je helemaal hier aankomt, moet alles in orde zijn. En moet je de verwachtingen kunnen overtreffen zelfs. Maar we zijn bezig met het product Den Haag. Dus de inhoud van de gemeente Den Haag. Waar gaat het hier over? Wat zijn de dingen die in Den Haag spelen? En hoe profileert zich Den Haag internationaal als internationale stad van vrede en recht? Ja. Nu is vandaag de officiële opening, maar eigenlijk ben je al eerder begonnen met de nieuwe mogelijkheden van het gebouw. Heeft dat ook al resultaat gehad? Jazeker, vooral ook de fysieke uitbreiding heeft al direct resultaat gehad. Al meerdere grote internationale corporate events zijn naar Den Haag toegekomen, omdat ze nu de beschikbare ruimte hadden die ze zochten. Je hebt de eerste groei al gezien? Ja, zeker directe impact heeft het gehad, ja. Is tot nu toe. Maar nu kijken we naar de toekomst. Het evenement heeft als onderwerp de next chapter. Wat zie jij als volgende hoofdstuk in de eventindustrie? Nou, ik denk dat de uitdaging in onze branche, what's next? Hè? Hoe gaan we ons verder ontwikkelen? En ja, natuurlijk denken we ook wel eens, wat is onze Uber? Wat is onze Airbnb? Daar richten we ons dan op. En ik denk, het mooie is van onze branche is dat het gaat nog steeds om de ontmoeting van de mens. En dat zal nooit gaan veranderen. En daar, ik denk dat je dat stukje ook moet oppakken en daar vrede mee moet hebben. De mens gaat bij elkaar komen en dat blijft zo. Alleen denk ik dat we een hele groeispurt kunnen maken als het gaat om hoe gaat men dan bij elkaar komen? Hoe gaat de millennial het leuk vinden om bij elkaar te komen in één gebouw? En wat willen ze dan doen? En hoe ga je vorm geven aan die ontmoeting? En dat wil eigenlijk zeggen dat je bent niet bang om te veranderen, maar je bent ook niet bang om sommige dingen niet zo snel te veranderen. Precies, die balans moet er zeker zijn. Het bij elkaar komen is cruciaal, maar we zullen denk ik radicalere stappen moeten maken als het gaat om hoe je dat dan doet en hoe je dat dan beleeft. Ja. Wij houden als congreswereld nu strak die ontwikkeling in de gaten en jullie ontwikkeling hier in de World Forum. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd en bedankt voor het interview. Super, dankjewel.